Een totaal nieuwe opzet van Tuza News. Hou je vast. It's FaceTime. Ik ga even FaceTimen met Jackie Groene. Een van de beste middenvelders van de wereld. Een oranje leeuwin. En ik zag laatst dat ze een verborgen talent had. Namelijk gitaarspelen. Ik ben benieuwd hoe het met haar is. Of ze nog gaan voetballen in Engeland. En of ze een mooi liedje voorbij kan spelen. Ik heb het genoegen met een van de beste middenvelders van de wereld. De koningin van Manchester. Hoe is het met je? Gaat een intro. Gaat goed. Ik wil je één ding vragen. Wanneer gaan jullie voetballen in Engeland? We hebben eigenlijk nog niet heel veel gehoord. Dus we krijgen per week krijgen we wel een beetje een update. En de competitie staat tot nu toe nog wel. Dus er zal nog worden gevoetbald. In ieder geval dat zover staat het nu. We kijken het een beetje week van week. Dus iedere vrijdag krijgen we een update eigenlijk. Maar jij kan niet wachten natuurlijk. Nee, ik zou wel willen voetballen, ja. Ik zou het wel heel erg leuk vinden. Maar moet ik wel meteen bijzeggen dat ik wel vind dat het veilig moet zijn en dat het voor iedereen safe is. Dus in deze omstandigheden lijkt het mij nog heel erg moeilijk. Maar we zien wel wat er gebeurt de komende maanden. Hey, jaloers zijn is geen optie, maar ik ben jaloers op jouw achtertuin. Mag ik een kleine sneak preview? Oké, wacht even. Well, yo. Er staat er nu wel een beetje voor, maar ja, daar heb je het doel, tennisveldje en zo. Dus dat is allemaal helemaal prima. Ik vermaak me wel. Maar het is wel minder weer hè, deze week. Het is wel jammer. En ben jij ook de grasmeesteres? Nee, dat is mijn vader wel echt. Maar ik maak dus nu op het moment heel het gras kapot. Dus Ik krijg iedere dag wel een beetje op mijn donder als er weer ergens een gat in de grond zit. Jackie, helaas zag ik jou dus gitaar spelen en heel mooi zingen. En echt serieus, hè? Ik zag het voorbij komen. Ik denk, hè, is zij dat nou? Ik moest echt even inzoomen. En ik ging nog even nachecken, navragen. Op dat moment kon ik het niet meer vinden op jouw social. Ik denk, hè? Wat een verborgen talent. Ja, dat wist je niet, hè? Ik wist het niet, maar ik heb wel aan jou gevraagd van, wil je een klein stukje voor mij spelen? Are you ready? Oké, een klein stukje, hè? Wil je voor iets? Wil je een Engels liedje? Gewoon waar jij je goed bij voelt. Gewoon waarvan jij denkt, deze heb ik even zin om te doen. Right. Oh, spannend dit. Oké, on the spot. Why is that say on these fools by maar dat. Hey, dat klonk super mooi. Ik moet zeggen, we maakten het een beetje spannender door het licht uit te zetten. Ik zal er niet bij vertellen dat gewoon de batterij leeg is. Maar het was echt een hele mooie timing. We zijn er even terug binnen 1 seconde. Ja, even technisch mankementje. 1 seconde. Oh, hey, we zijn er weer. Jackie, even serieus. Ik vind het echt super mooi. Kijk, ik ben misschien geen expert, maar ja, ik ben wel iemand die gewoon wel vaak liedjes heeft gehoord. En ik vind het echt super mooi. En speciaal daarom wil ik jou natuurlijk ook verrassen. Yes! Ja, doen. Oké. Ben je er klaar voor? Yes, ready. Kijk eens wat ik hier heb. Nice. Oké, ja, ik moet het vooral van mijn zang hebben. Oké. Dit is speciaal voor jou, hè. Mijn hart bonkt gewoon op dit moment. Het mag niet vals. Het mag niet vals. Hey, Jackie Groene. Ben jij het echt? Ik moet wel even inzoomen. Hey, Jackie Groene. Wanneer ze voetbalt, heeft ze magische schoenen. Hey, Jackie. Niemand die is faster. Een van de beste middenvelders en de koningin in Manchester. Altijd een lach op haar gezicht. Maar horror op het veld, dus doe je ogen dicht. Nummer 14 op het veld, dan besef je dat het over is. Hey, Jackie Groene. Ben je het echt? Dan moet ik even inzoomen. Hey, Jackie Groene. Wanneer ze voetbalt, heeft ze magische schoenen. Oh. Ja, dat was speciaal voor jou. Heel lief. Veeg je traantjes nog even weg en dan mag je nog even heel lief iedereen gedag zeggen. Doei allemaal. Stay safe. En we zien elkaar hopelijk snel weer. FC Gun. Je kon het shirtje winnen van Mohamed Ihattaren, oftewel Mohamed Ihattaren. En je ziet het shirtje ook achter me. Straks ga ik bekendmaken wie het heeft gewonnen. Maar eerst nog even ergens op terugkomen. Ik had een winactie gedaan. Ik had een bal verstopt, deze. En die moest je dus vinden en dan de seconde in de comments geven. Alleen we hadden een foutje in de edit gemaakt, waardoor je eigenlijk die bal helemaal niet terug kon vinden. Wel heel leuk dat er heel veel comments binnen waren gekomen. Maar die bal lag dus nergens. En daarom wil ik het goed maken met 2 ballen van de Cruijff Foundation. We willen jeugd in beweging brengen. Dus
Wat moet je hiervoor doen? Heel simpel. Maak een tekening van mijn hoofd met vooral mijn nozzel, mijn neus. Tag mij op Instastory en wie weet win jij een van deze twee ballen. Spelers. Veel mannen staan onder druk als ze staan in de keuken, zoals ik kan helemaal niks. Maar Mbappé stond ook in de keuken, ging niet koken, maar stond wel onder druk. MVP! 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 Ze zeggen wel eens, laat je voeten spreken. Maar Neymar zegt, nee, ik laat mijn handen spreken. Ik zet Harris op de mic als David Neres. Virgil van Dijk heeft zijn eigen nummer speciaal gemaakt door de fans van Liverpool. Dat is best vrij. Maar nu heeft hij ook zijn eigen rap door de one and only Memphis Depay. Van Dijk, watch out, he strikes, you know, we don't lie. Dutchman, he's fly. Whoa. Van Dijk, man. I wish you signed, man. Not for Liverpool, but for Man United. Virgil, ik heb een verrassing voor je. Ik heb een speciaal dansje van mijn grote vriend Lewandowski. Thomas Müller, je bent geen sierpaard, wel een werkpaard. En over paarden gesproken? Ik weet trouwens niet of ik moet zeggen dat FIFA zo real lijkt of dat Aguero zo FIFA lijkt. No. Bij dit filmpje scoort hij wel, maar als ik goed kijk, niet met Aguero. Oh, Sequeiro. En als ik nog een keer goed kijk, dan denk ik dat Aguero zoveel prijzen heeft gewonnen dat zelfs zijn Player of the Month Award dat hij dat gebruikt als onderzetter voor zijn camera. QC heeft duidelijk geen Player of the Month Award als onderzetter. Maar dat is niet normaal toch? Koko, wat een doelpunt! 17 miljoen coaches. Er zijn 17 miljoen mensen in Nederland. Oftewel 17 miljoen coaches. Iedereen heeft wel een mening. En daarom maak ik het mogelijk dat jij in deze uitzending kan komen. Tag mij via Instastory en laat weten waarom jij zoveel voetbalverstand hebt. Ja, ik heb het genoegen met Klaas Wijnsma. Waar komt u vandaan? Ik woon in Harderwijk. Dat is 8 kilometer onder Leeuwarden, Friesland dus. Ja, en laat me raden, jij bent voor Heerenveen. Ik ben met de one and only Akamist. Deze man heeft niet normale skills. Volg hem op Instagram als je dat al niet doet. We hebben zelfs ook een mening vanuit België. Lieve Stefan, waar komt u vandaan? Ik woon op dit moment in Alkmaar. Robin Hoesen, wie vind jij de beste speler van de Eredivisie van afgelopen seizoen? Dat vind ik lastig. Ik vond nou niet echt dat we de echte uitblinkers hadden. Hakim Ziyech. Waarom? Ja, zijn dribbles. Schoort op doel. Dan ga ik toch denk ik voor Tuin Koopmeiners van AZ. Omdat ik hem gewoon het meest constant vind. Voor mij Hakim Ziyech. Technisch spelen, gevaarlijk, mooie basis, zuivere basis. Daarom gaat hij ook voor zoveel geld weg naar Chelsea. Afgelopen seizoen vind ik toch wel dat Ziyech hem met schouder op een uitstek. Ziyech is natuurlijk altijd geweldig om naar te kijken. Oké, maar heel eerlijk zeggen, ben jij competitief bezig af en toe op de pleintjes? Of hou je jezelf ook aan die 1,5 meter? Op een pleintje nu? Nou, ik moet zeggen, ik zal hem even draaien. Er is niemand. Ik heb altijd gehoord dat jij de koning bent van jouw pleintje, maar ja, dat is niet zo moeilijk als er niemand is. Nee, klopt. We gaan het even uit voor de reclame. Een winactie van voetbalshop.nl. Je kan dit prachtige pak winnen, al zeg ik het zelf. Maar dan moet je wel deze challenge doen die je zo meteen gaat zien. En dan moet je voetbalshop.nl taggen op Instagram. Even kijken, hoe laat is het? Zo doe je zeg maar je arm. Hoe laat is het? Het is tijd voor skills. Je legt die bal op je schouder, tussen je wangen en je schouder, of hoe je het ook wil. En dan kan je verschillende dingen doen. Dit is al genoeg. Maar je kan bijvoorbeeld een kusje geven. Je kan draaien. Je kan je arm omlaag halen. Oh. Zo doen. Nou, in ieder geval probeer het na te doen zo goed mogelijk. En maak kans op dit mooie pak. En tag voetbalshop.nl. It's FaceTime.
Wie zou er eigenlijk kampioen worden als de Eredivisie werd uitgespeeld? AZ of Ajax? Ze hebben evenveel punten en Ajax heeft een beter doelsaldo. Ik ga facetimen met Rarko, een fan van AZ, en Mimoun van Shuf Shuf Habibi, de legend himself. En hij is Mr. Ajax. Is echt de oude school? AZ? Ja, Mr. AZ. Luister dan, ik heb ook een Ajax supporter met wie jij zometeen gaat praten. En dan mogen jullie discussiëren over wie er nou eigenlijk kampioen zou worden. Ben je ready? 100%, wie is het? Je grote mokrovriend. Oké, gaan we ogen dicht doen. Doe maar weer dit. Al ben je voor de handbalploeg AZ. Huh? Wee, ik ben de kampioen hoor, ik weet niet van jou. Je kan geen kampioen meer worden, want de competitie is stilgelegd. Nee, bro, ze gaan iets regelen dat ze nu tegen elkaar gaan voetballen. Nee man, er is vooraf zijn er afspraken gemaakt op doelsaldo. Oh ja, jij werkt met snap je? Samen. Die zijn niet bedacht toen jij pas op Boadu ging lijken, hè? Wie beginnen? Weet je wie jij? Als je het donker als jullie op trappen zie. Op, hij zegt als je donker zou zijn, dan lijk je op Hatem Trabelsi. Ik hoor de laatste tijd Karim Benzema, man. Maar hey, ik ben zijn ma niet, ik ben zijn pa. Rarko, doe even je verhaal waarom jij vindt dat AZ kampioen zou worden. Kijk, met alle respect, waarom AZ kampioen zou worden? Ja. Zie je? Je weet het zelf niet als AZ-fan. Kijk, weet je, sorry eens. Ik moet kijken wat ik ga zeggen. Waarom AZ kampioen gaat worden ten eerste? Broer, we hebben twee keer de beker in de finale verloren. We hebben veel geheld. We hebben veel keer geheld? Ja, we hebben vaak geheld, hè, broer. Ja, maar niet, dat is toch niet veel keer? Hoeveel keer dan? Je hebt vaak geheld, Rocco. Oh, nee, ik heb vaak geheld. Nee, we hebben vaak geheld. En nu vind ik dat wij nu kampioen moeten worden. Zal ik eerlijk zeggen? Stel dat de competitie doorging. AZ kon maar op één manier kampioen worden. Ze hadden al het gras moeten weghalen en papier moeten neerleggen. Want alleen op papier zouden jullie kans maken. Voor de rest niet. Weet je omdat Ajax geen kampioen wordt? Nou? Weet je wat? Bij AZ staat 120 kilometer vanaf Rotterdam. En bij Ajax 80 kilometer. Oké. Ja, precies. Rako, je kan beter gewoon ophangen. Ik denk dat je de AZ-supporters niet goed hebt vertegenwoordigd, bro. Ik weet nog niet welke opmerking ik erger vind, man. Dat AZ kampioen zou worden of die grap van 120 en 80 kilometer. Oké. Hey. Dat is niet grappig. Oké, jongens, ik moet het gaan staken. Jongens, pas op. Het loopt uit de hand. Dikke shout-out naar jullie allebei. Bedankt voor de tijd. En laat de kijkers vooral in de comments laten weten wie jij denkt dat kampioen zou worden. Ik weet niet of dat goed genederlands is, Mr. Mimoun. Maar het is goed genederland. Maar het gaat er niet om. Kijk, ik denk echt dat AZ kans had gemaakt als ze in de Jupiler League speelden. Maar in de Eredivisie Ajax. Oké, je praat. Klaar, doe maar weg, Soep. Doe maar weg. Ja, doe maar weg. Ja, laat maar weten in de comments wie de kampioen zou worden. AZ of Ajax. Way yo! De redactie heeft allemaal opvallende video's verzameld. En mijn reactie daarop moet zijn... Way yo! Of... Mwah. ويو البارسا تأكيد هذا الإنجاز التاريخي هذا المنصور ليو ميسي هرب ليو هرب جد ليو هرب جد ليو هرب وميسي. Dikke shout-out naar degene die dit heeft vastgelegd. Volgens mij is dit gedurende de quarantaine in Marokko, waar ze daar aan het voetballen en dat mag natuurlijk niet. En toen kwam politie op het einde en ik denk, weyo. Ja, super vet, maar dit is echt een heel oud filmpje, dus deze ken ik al, dus best wel zwak van de redactie, eerlijk gezegd. Ja, dit was tijdens het EK, toen Portugal uiteindelijk het EK won. Ik vind het een beetje oud nieuws en al 10.000 keer gezien. Was wel leuk, maar apart, maar yo, deze is wel echt sick en origineel. Ik doe het hem niet na. Cristo, ya verga! Pasa la vaca, mañana en el Cholola, loco! Yo! Zag je wat die keeper deed? Hij ging eerst op zijn knieën, ging die opstaan, ging die omdraaien en ging die duiken met zijn rug naar die penalty toe en hij pakt hem. Dit is by far yo! Yo.
deze man is op leeftijd, hij is doof en blind. En dan doet hij ook nog eens dit. Ja, echt prachtig om te zien. Wayo, super sick. Super sick. Wayo, applaus, applaus voor de redactie. Applaus, applaus, applaus. Niet normaal, niet normaal. Sterke verhaal. Yes, dit is nieuw. Sterke verhalen. Je kan je als team aanmelden en dan gaan we een groeps FaceTime sessie organiseren. Je moet een boeiend verhaal hebben. Heb je geen boeiend verhaal, dan kick ik je uit de groep. Wie wil de aftrap doen? Wie heeft een boeiend verhaal te vertellen, jongens? Oké, kan ik gewoon beginnen nu? Je kan beginnen. Als het niet boeiend is, kik ik je eruit. Dat is de enige regel. Als voetballer, het gaat over voetbal nu, heb ik ooit, toen ik nog verdediger was, vanaf de middenlijn gescoord. Dat is een beetje grappig. Ja, ik vind het verhaal echt hartstikke... Sorry, maar ik vind het verhaal hartstikke boeiend. Alleen op een gegeven moment, ja, dan ga je haperen. En dan, ja, sorry man, bij deze ga ik je echt eruit kicken. Doei. Zo, Marco, je hebt gezien hoe snel het kan gaan. Doe je best. Delivery is ook belangrijk. Precies. Nou ja, kijk, jullie die wedstrijd met Zeiss die aan meedenkt, dat was redelijk spannend. Dat was redelijk spannend. Even, sorry. Ja, het is wel belangrijk. Ik moet wel even vertellen. Ik was een keer keeper. Je moet wel begrijpen. De kijkers weten dat niet, hè? Ik was de keeper. Jullie waren de tegenstander. Oké, ik geef je een nieuwe kans. Dit was eigenlijk een waarschuwing. Oei. Oké. Maar die wedstrijd, we hebben er ook al een wedstrijd ervoor gehad tegen Zeiss. En dat was best wel een heftige wedstrijd. Wij kwamen op 5-0 voorsprong op een gegeven moment. 6-0, 8-0, 9-0. Toen leek het mij een leuk idee om als keeper de laatste minuut toch even mee naar voren te gaan. Weet je, laatste corner, wat kan er fout gaan? Die bal wordt op mij voorgespeeld. Ik gooi een omhaal. Ik schiet hem erin. Als keeper. Ik maak het 10-0. Veel plezier ermee. Is dit op waarheid gebaseerd? Dit is op waarheid gebaseerd. Oké, dan ben je geslaagd, man. Wie maakt nou als keeper een omhaal? Super vet. Ja, applausje, applausje. Jawel. Hoe is het met jou? Wie heb ik nu? Ja, de spits die niet kon scoren tegen jou. Nou, dat is een goede binnenkomer. Ja, ik ben Rick. Ja. En het mooie verhaal is eigenlijk dat ik niet had verwacht dat je goed kon keepen. En dat ik wel even een paar doelpunten zou scoren tegen je. En dat je hem toch goed pakte aan het einde. Dat was volgens mij de beste redding die je maakte, die wedstrijd. Die gaan we even in de herhaling laten zien. Wie heb ik hier? Ik ben Ramon, ik ben nu het coach van het team eigenlijk. Mijn verhaal is eigenlijk dat ik, er was een zware zaterdagnacht, waar we tot ongeveer 6:00, 7:00 in de ochtend hebben gemaakt. Vervolgens volgende dag gewoon lekker voetballen. Natuurlijk om 8:30 ongeveer was de wedstrijd, dacht ik. Nou ja, half aangeschoten nog op het veld. Heb ik ook nog in de wc's lopen kotsen bij het andere tegenovergestelde team. Dus bij die wedstrijd. Dus op een eigenlijk heel brak. Ja, het duurde net iets te lang, man. Doei. What's next? Ik kan alvast verklappen dat er een hele vette video komt met Hakim Ziyech. Hij gaat de Nederlandse voetbalvelden verlaten. En deze man gaat naar Chelsea, zoals je weet. En dan moeten we op een passende manier afscheid nemen. Echt een hele vette video. Upcoming. En trouwens, ik had beloofd om de winnaar bekend te maken van het shirt van Iataren. En de winnaar komt nu in beeld. Zoals je weet, elke dinsdag en zaterdag om 16:30 een item op Touzani TV. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Wil je meer Touzani nieuws zien, doe een blauw duimpje omhoog. Heb je geen internet, neem dan wifi van je buurman.